Zullen we maar gaan? Oké. Hebben we alles? Even mijn telefoon pakken? Oh, Dora. Zien we voorzichtig. Ja, tot zo. In Den Haag laten Rumilo, Shelarine en Shayanigwa de drukte in huizen Baumgart voor heel even achter zich. Doei. Ze gaan naar hun oma, de moeder van Samantha, die in deze coronatijd niet naar buiten kan. Oma is op leeftijd en heeft bovendien zwakke longen. Dus daar waar ze kunnen, ondersteunen de kleinkinderen haar. We gaan regelmatig nu voor oma boodschappen doen. Ja. Omdat ze dat natuurlijk zelf niet kan. En wij proberen ook zoveel mogelijk binnen te blijven. Maar als zij vraagt aan ons of wij boodschappen willen doen... Dan... We zien haar natuurlijk ook graag. Dus ja. Daarom gaan wij ook wel eens af en toe boodschappen doen. En thuis met z'n allen zitten. Kijk, we houden van elkaar. Maar het kan af en toe echt een knokpartij worden, hoor. Ik word soms echt gek. Ik ga lekker op mijn kamer zitten. Ik hoor ook gewoon echt knuffelen, maar het kan niet. Het is echt moeilijk. Hoe lang hebben we geen knuffel gegeven? Ja, echt lang. Hoor. Echt heel lang. Ja, maar het is best gek hoor, deze tijden. Besef dat we haar gewoon echt al hoe lang, echt 8 weken of zo, niet eens normaal hebben geknuffeld of zo. Hoi oma. Hoi. Kom, ik doe de deur wel open. Hey. Hoi oma. Hoi. Hallo. Hoe gaat het? Gaat wel. Oké. Okay. Okay. Alsjeblieft je brood. Dankjewel. Oké. Okay. Ja, er zit alleen niet zoveel mee. Oké, dankjewel. Gaat het verder? Ja, ups en downs, maar ik red me wel. Wat doe je de hele dag? Nou, zoals jullie weten doe ik research, dus daar hou ik me mee bezig. We worden gewoon besodemieterd waar we erbij staan. Dit hoort allemaal bij de agenda van de Verenigde Naties. 21-30, depopulation van Bill Gates. Want Bill Gates die runt de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. De kleinkinderen weten wel beter om met oma een discussie aan te gaan. Dus Rumilo gooit het snel over een andere boeg. Het momentje bij oma zijn, dat is voor mij is dat in ieder geval mijn rustmomentje. Ik bezoek haar heel graag. Ja, ik word vrolijk als ik je zie. Shela is natuurlijk na haar ongeluk, was ik ook een beetje opvang van haar. Dat ze hier ook, omdat ze thuis dan die trappen niet op kon, dus dan was ze hier bij mij. Mm-hmm. En dan, alles is gelijk vloers. En dan een stuk gemakkelijker. Mm-hmm. Maar ja, gelukkig dat ze nu weer loopt. Ja. Zeg maar, wat mijn oma's huis wel voor mij heeft betekend, is gewoon zeg maar, een soort van... Ja, gewoon een plek waar ik me, los van mijn eigen huis, waar ik me gewoon thuis voel. Dat ik me gewoon niet, ik voel me dan niet zeg maar gehandicapt op dat moment. Dus het voelt voor mij niet alsof ik zeg maar heel veel dingen niet kan. Want thuis was het gewoon moeilijk, want je ziet iedereen trap op en af gaan, gewoon normaal. En dan voel je je toch wel een beetje anders dan de rest. Maar ja, aangezien mijn oma de trap ook niet op gaat, heb ik dat probleem helemaal niet. Toen ze aan het herstellen was, was ze niet altijd de gemakkelijkste. Maar ja, het is begrijpelijk als je zo traumatisch bent. En dan nog eigenlijk gehandicapt ben, want je kan niet meer de dingen doen die je doet. Dus af en toe moest ze het afreageren. Ik kan nu niet zomaar op bezoek komen. Het is echt zo van, ik moet haar echt laten weten dat ik kom. Weet je, normaal kan ik gewoon uit school, kan ik hier komen en zeg ik blijf hier slapen vandaag of zo. En nu kan dat totaal niet, zeg maar. Dus dat vind ik wel echt moeilijk. Oma, weet je zeker dat je alles hebt? Ja. Oké. Ik heb niet zo. En zo niet, dan heb je, je kan ons app of bellen. Ja.